De kinderen die proberen we in het kader van educatie ook uit te leggen wat de bedoeling is van het scheiden van afval en wat je met de afvalstromen kunt doen. Eigenlijk spreken we ook niet meer van afval, maar van grondstoffen. Dus plastic bijvoorbeeld is een waardevolle grondstof waar je alles mee kan doen. En de kinderen begrijpen dat heel goed. Dus het is heel mooi dat ze hier in Bredebroek dat live kunnen zien hoe wat met plastic kan gemaakt kan worden. En waarom is het nou eigenlijk zo belangrijk om plastic, om er andere dingen mee te doen? Met plastic, met shampoofles, daar kun je haast niet mee spelen. Maar dan maak je er toch weer dingen van waar je mee kunt spelen. En afval scheiden is ook heel erg belangrijk. Doe jij dat thuis ook? Ja, dit deden we op school ook nog met een wedstrijd. En die hebben jullie gewonnen, hè? Ja. De prijs is dat de Plastic Fantastic Fabriek naar de school komt. En dat de kinderen een demonstratie krijgen van hoe plastic verwerkt wordt. Ze hebben allemaal plastic meegenomen. En die wordt hier ter plekke verwerkt naar waardevolle producten. Wij rijden scholen langs gemeentes, provincies, waterschappen met deze demo. Om te laten zien dat je echt met afval nog iets kunt maken. Nou, dit is gewoon ludiek, dus hier maken wij doelpaaltjes voorbij voor de kinderen. Dat vinden ze natuurlijk prachtig. Maar er zit natuurlijk een achterliggende gedachte achter dat je circulair aan de slag kunt gaan met afval. En nu maar hopen dat de ouders het overnemen. Ja, ik denk dat dat wel lukt. Kinderen zijn vaak heel fanatiek en ik hoor hier ook al dat de kinderen de ouders erop wijzen hoe plastic apart gehouden moet worden in de grijze container met de oranje deksel. Wij hebben zo'n hele grote bak en heb je een pasje nodig en die moet je dan open doen en dan gooi je dan van dat plastic in. Maar dat gooien wij niet in, dat doen we gewoon in een bakje en dan nemen we het mee naar school en dat zit dan nou in het apparaat. Kinderen vinden het ook leuk? Zeker. Vinden jullie het leuk jongens? Ja! Ja.